Oog hebben voor de toekomst en nu overgaan op andere, duurzame manieren van vervoer. Dat was het thema van de bijeenkomst die eind maart werd georganiseerd door het Natuur- en Milieucentrum Haarlemmermeer. Er zijn heel veel ondernemers die al de eerste stappen met duurzaamheid doen. Nou, dat kunnen we hier zien met alle voorbeelden van auto's, bedrijfswagens, fietsen, elektrisch, scooters. Nou, we willen graag dat onder de aandacht brengen. Mensen met elkaar in contact brengen, kijken wat er al mogelijk is. En klassieke beeld van een natuur- en milieucentrum is van, ja, dat kan allemaal niet, maar wij willen juist laten zien hoe het wel kan. Op het Raadhuisplein waren op deze lentemiddag zeer uiteenlopende voertuigen te zien. Door de brandstofkeuze kunnen ze zogenaamd groen rijden. Een van die groene voertuigen was de bagagetrekker van de luchthaven Schiphol die op waterstofcellen rijdt. Het voordeel van waterstof sowieso, zoals het hier dus gebruikt wordt, is mijn enige uitlaatgas is water. Dus dat mag groen heten. Het opwekken van waterstof, of het verkrijgen van waterstof, kan je dus doen door middel van elektrolyse. Elektrolyse is dus met stroom weer waterstof en zuurstof maken uit water. Als je daar dan groene stroom voor gebruikt, uit windenergie of zonne-energie, dan heb je dus een complete keten die dus groen is. Je begint met wind, water splits je in waterstof en zuurstof. Waterstof wordt weer gebruikt om energie te maken en komt weer als water uit de uitlaat. En eigenlijk rijden we op wind, als je het zo ziet. Een andere bezienswaardigheid was de AirPod. Deze auto van KLM rijdt op samengeperste lucht en stoot daardoor geen CO2 uit. Met behulp van een speciale compressor wordt lucht opgeslagen in tanks. In het midden waar u het grote Air logo ziet, zit een grote luchttank. Daar zit op dit moment een 80 liter tank in die op 200 bar staat. En die drijft een cilindermotor aan waar enige aanpassingen aan zijn gedaan om zonder verbranding alsnog gewoon met een normale cilindermotor te kunnen werken. Met dit prototype kan nu nog maar 15 kilometer worden gereden. Het is daarom een geschikt vervoersmiddel op Schiphol, waar er nu twee als test rondrijden. De ander rijdt op het platform, dus rondom de pieren, tussen de vliegtuigen. Die rijdt daar vooral met GWK's, dus monteurs. Die van hun rustruimte naar het magazijn, naar het vliegtuig rijden. Dat dit allemaal korte afstanden zijn en op het platform een maximum snelheid van 30 km per uur is. Afvalbedrijf De Meerlanden laat haar voertuigen nu al rijden op biogas. Of, zoals ze het zelf graag noemen, polderpower. Dit biogas wordt vanaf volgend jaar verkregen uit GFT-afval van de Haarlemmermeerse huishoudens. Nou, wij rijden al heel lang op aardgas, al minstens 10 jaar. En wij composteren al heel lang het GFT-afval, alleen er zijn nu nieuwe technieken. En nou blijkt dus dat je uit GFT-afval ook nog gas kunt produceren, gewoon groen gas waar je op kunt rijden. En daar zijn we nu zeg maar een jaar mee bezig om dat verder te ontwikkelen. En hopelijk over nog een jaar staat de installatie er en hebben we dus groen gas uit GFT-afval gerealiseerd. Het voltanken of vullen van de groene tanks is nog wel een probleem voor alle duurzame auto's. Er zijn nog niet zoveel tankstations als dat je voor benzine en diesel hebt. Maar er zijn wel 3 tankstations in deze regio. Op Schiphol, in Haarlem is een tankstation en op Schiphol-Rijk is een tankstation. Maar er zijn hele grote plannen om binnen heel korte tijd nog veel meer tankstations in deze regio en in Nederland, zeg maar breder in Nederland, te kunnen realiseren. Maar deze auto hoeft dus nooit te tanken? Jawel, perslucht komt niet zomaar voor in de lucht. De gewone buitenlucht is 1 bar, in de tank zit 200 bar. Dus daar moet wel iets voor gedaan worden. Daar zijn 2 manieren voor. Je kunt of een compressor aanhangen, waarbij je dus feitelijk net als een elektrische auto de stekker in het stopcontact stopt en in een aantal uur de tank vult. Of je kunt met een grote voorraadtank werken, waarbij je dus binnen 2 minuten van de grote tank naar de kleine tank in de auto kan vullen. Overigens hoeft u er niet bang voor te zijn dat u de jaarlijkse zak met compost niet meer kunt ophalen bij De Meerlanden. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. We hebben net de compostdag achter de rug. Je krijgt zelfs 4 zakken hier in de regio. Dat vergistingsproces is een ontzettend mooi proces, want wij blijven nog steeds composteren. Er komt nog steeds een materiaal uit de vergister wat vergelijkbaar is met compost. Daar maken we compost van. Dus de mensen kunnen nog steeds hun gratis zakken compost komen halen elk jaar, ook volgend jaar. En sterker nog, we gaan dus naast dat gas en de compost ook nog warmte
en water en CO2 uit het GFT-afval halen. Wat dus de kwekerijen in de omgeving heel nuttig kunnen toepassen. Dus als dit allemaal gerealiseerd is, halen we 5 producten uit GFT-afval. Dus ik zou zeggen, blijf vooral heel goed scheiden in de regio. Want hoe meer GFT we hebben, hoe meer we kunnen produceren aan nieuwe materialen. Dus afval is eigenlijk geen afval meer, maar gewoon een grondstof voor 5 nieuwe producten. En dan moeten we met z'n allen nog even goed blijven scheiden. Dat doen we al, maar het kan nog beter.